In het oude gedeelte van de Wielenwaal zingen de vogeltjes nog uit volle borst. Het is de vraag voor hoe lang nog, want de wijk wordt gesloopt en van de grond af aan weer opgebouwd. Zo staan er al heel wat huizen leeg, maar er zijn er ook al heel wat opgeleverd en alweer bewoond. Dat zorgt voor de nodige reuring in de wijk. Jan Verschuren woont al zijn hele leven in de Wielenwaal en vindt het moeilijk om te zien hoe de wijk verandert. Nou, zoals je gezien hebt, is de situatie in de wijk dat je een gedeelte is wat gesloopt is. Je hebt aan de zuidkant nu een gedeelte wat al gesloopt is, wat helemaal braak ligt. Waar ze dus de nieuwe fases willen gaan doen. Het is een kinderrijke wijk, wordt het. Dat zie ik wel in mijn omgeving. En dat is natuurlijk, vind ik leuk. Aan moeten groeten. Maar ook voor die kinderen is er weer helemaal nergens rekening mee gehouden. Kinderen kunnen nergens spelen. Er is geen fatsoenlijk grasveldje, trapveldje, speeltoestel in de hele omgeving niet te vinden. Als zijnde een paar wipkippen daar op Wielenwaal Oost. En dat vind ik zo verschrikkelijk. Doei, tot straks. De Wielenwaal is echt ons kent ons. Zo wonen ook Dick en Marja al hun hele leven in de wijk. Zij zijn juist erg blij met de transformatie die de wijk doormaakt. Het wonen is voor hun dan ook echt... Heerlijk. Heel fijn. Heerlijk. Ja. Echt geen tocht meer. Je stookkosten zijn een stuk minder. Aan de overkant zijn allemaal andere mensen. Dus geen Wielenwalers, laten we dat zeggen. En in de koopwoningen ook niet natuurlijk. Maar daar heb je al een paar mensen ontmoet. Ontmoet, ja. Die toen in het begin al, maar, als er iets werd georganiseerd, dat ze er ook bij kwamen. Dus die mensen, ja, die worden toch eigenlijk wel, als ze er zelf behoefte aan hebben, worden ze wel gewoon opgenomen in de Wielenwalers. De Wielenwalers, het klinkt haast als een eigen bevolkingsgroep. En het DNA is sterk. Ellie woont al vanaf 1951 in de wijk en woont nog in het oude gedeelte dat nog overeind staat. Zij wil in ieder geval niet van wijken weten en is van plan om daar voorlopig nog te blijven wonen. Hier voel ik me thuis. Ja. Hier voel ik me thuis. Kijk, en daar woon ik. Dus ze zijn horrie op bezig. Hoor je dat? Ja, vogeltjes. Dat hoor je daar niet hoor. Nee hoor. Nee. Mijn woonsituatie is, we zitten tussen de krakers. Maar ik woon daar nog met plezier, dus ik ga het ook niet weg. Want ik ga het niet naar een woning waar een slaapkamer van 9 vierkante meter is. Kijk, hier wonen wij. Kijk, en dan gaan we toch niet in een klein slaapkamertje zitten. Kijk, ik heb hier een slaapkamer. Moet je kijken. Elk huis wat leeg komt, gaat een kraker in. Ik denk dat die leegstand heel erg naar is voor de Wielenwaalbewoners. Maar we gaan gewoon niet weg. We wachten gewoon onze tijd af.